tijdens een persconferentie toonde Fendt een aantal nieuwigheden uit een gamma machines voor de grasoogst. Enkele ervan waren eerder al getoond op Agritechnica. Andere kregen de journalisten voor het eerst te zien. Naast de nieuwe hooibouwmachines kregen we ook de kans om de nieuwe 600-serie van dichterbij te bekijken en ook de Katana mocht zijn kunnen tonen. Een eerste nieuwigheid die Fendt toonde waren de Fendtformer harken met twee rotoren en middenafleg. De Fendtformer met twee rotoren bestaat in vier modellen met werkbreedtes tussen 7,6 en 10 meter. De drie grootste modellen zijn ook verkrijgbaar in een Pro-uitvoering. Dit wil zeggen dat ze onder meer door middel van Isobus bestuurd kunnen worden. De Fendt Pro Connect Isobus besturing was eerder al gekend van de vier rotorharken van Fendt. Isobus besturing maakt onder meer sectieschakeling mogelijk, zodat reeds geharkte oppervlaktes niet dubbel geharkt worden. Ook op de kopakkers worden de elementen automatisch gegeven, zodat de bestuurder ontlast wordt. Bij de Rotana-persen is de sterke automatisering die gebruik maakt van TIM, Tractor Implement Management, het grote nieuws. De TIM Autostop-functie is bruikbaar op trekkers die TIM ondersteunen. Wanneer de baal klaar is in de perskamer, stopt de trekker automatisch. De baal wordt gebonden, naar de wikkelaar getransporteerd, gewikkeld en gelost, zonder dat de bestuurder iets hoeft te doen. Ook nieuw op de Rotana persen is de controle van de voerkwaliteit dankzij een weegfunctie en vochtanalyse tijdens het persen. De verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden in opbrengstkaarten, zodat gerichter kan bemest worden na de grasoogst. Fendt stelde op Agritechnica 2023 de nieuwe Slicer Maaiers voor. Deze wonnen daar een medaille voor de automatische instelling van de intensiteit van de kneuzer. De Slicer Triple Maaiers bestaan in twee werkbreedtes van 9,6 en 10,10 meter. In KC-uitvoering zijn ze uitgerust met een tandenkneuzer, in de RC-versie hebben ze een rollenkneuzer. De Pro-versie van de maaiers zijn voorzien van een isobusbesturing. En voor de oogst van luzerne of lichter sedesgras zijn ook transportbanden voor middenafleg verkrijgbaar. Meer over al dit nieuws volgt de komende weken op onze website. Houd die maar in de gaten.